Yep. De laatste keer dat mijn oma op een muur stond te kliederen, was het met haar eigen ontlasting en was ik degene die een mondkapje op moest. Wow. Mijn demente oma heeft ooit een één keer dekkende muurverf in haar aderen gespoten en met insuline de slaapkamer gesaust. Grappig, deze foto kwam ik ook tegen op internet toen ik op zoek was naar oude vrouwtjes die een muur vol spuiten. Je moet niet te veel prijs geven van je hobby's. Ik heb er ook een met poep. Hé, oma, dat is niet helemaal wat ik bedoelde toen ik zei dat je serieus moest nadenken over een spuitje.